450.000 euro, dat kostte de gemeente Wiegen om de in 2011 geopende sporthal Arkers over te schilderen. Bij de oplevering bleek de hal in een andere kleurtint geschilderd te zijn dan was afgesproken met de overburen. Eén overbuurvrouw heeft na hoge beroep haar gelijk in de zaak afgedwongen. Maandag is de gemeente met tegenzin begonnen de foute kleur te corrigeren. Ook moet de beplanting voor de sporthal aangepast worden, zodat de overburen door de bomen het complex niet meer zien. Dat de foute kleur dan ook niet meer zichtbaar is, dat doet er niet toe. Andere dorpsbewoners betichten de overbuurvrouwen in kwestie nu van verspilling van het gemeenschapsgeld. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Wiegen de verkeerde kleur gebruikt. In 2014 haalde men het nationale nieuws door vluchtheuvels roze te schilderen.